Dat is ook echt. Dat is ook echt jongens. Jongens, dat zijn wij van de tin in de dozijn. Jongens, jongens, zoals jongens gewoon jongens zijn. En dat dan 4 keer. Herhaling. Ik ben suppost van het Stadsmuseum. Maar ik ben ook een van de spelers in het ensemble van Het Verzet Kraakt. Dus ik zit hier met 2 functies tegelijk. In het begin was er nog niet zoveel belangstelling voor, omdat men het nog niet wist. Maar tegenwoordig komen heel veel mensen speciaal voor deze tentoonstelling naar het Stadsmuseum. Onder andere ook omdat het momenteel ook op zondag open is. Daarvoor was dat niet. En in het begin dachten we, nou, dat wordt niks op zondag. Maar dat valt heel erg mee, want we trekken daar behoorlijk veel extra bezoekers mee. De reacties zijn heel erg positief. Men vindt het heel indrukwekkend wat hier allemaal te zien is. Dat geldt ook trouwens voor die andere 5 tentoonstellingen in musea in de regio. Maar men is heel positief. Ook uit omliggende gemeenten en eigenlijk behoorlijk veel uit hele andere streken van Nederland. Want er zijn natuurlijk veel mensen hier, vooral nu in deze tijd, die vakantie vieren. Die horen dan dat er in het Stadsmuseum iets te doen is. Dus we krijgen mensen uit Friesland en uit Amsterdam en zo. Heel veel uit het Westen en ook wel uit Brabant en Limburg. Dat is heel leuk om te horen. Maar ook de regio is goed vertegenwoordigd. Dat zien we aan het gastenboek. Ja, dat is de zus van en zus. Nee, misschien altijd met je. Open licht. Ik speel Leonard Tripp in... musical. Je mag het geloof ik geen musical noemen, maar voor het gemak dan maar even. Leonard Tripp was de oude directeur van de Nederlandse Bank. En het schijnt dat hij uiteindelijk de tip heeft gegeven aan het verzet dat hier dus heel veel geld in Almelo neergelegd was door de Duitsers. En verder ben ik ook de heer Van Schoten, die boven de bank woonde met zijn familie. En ik ben ook nog een keertje, geloof ik, een pastoor in een lijkkist. Maar dat is een heel ander verhaal.